Welkom op de website van de Strategische Visie. Als je op de link hebt geklikt die je links onder in de hoek ziet staan op de portal, dan kom je in eerste instantie op deze webpagina uit. Op deze webpagina vind je al heel veel informatie. Je vindt hier een stukje uitleg over het Strategisch Visietraject, wat uitleg over het Forum. Het Forum, dat is een plek die ik je zo meteen zal laten zien en waar allerlei ambassadeurs en andere collega's hun mening geven over allerlei verschillende onderwerpen. Die onderwerpen zijn onderverdeeld in ontwerpthema's en die ontwerpthema's vind je op de site en die zijn hier onderverdeeld in de volgende 5 stappen: cultuur, lerende community, verbinden binnen- en buitenwereld, onderwijs met vleugels en innovatie. Dan is er een plekje voor wat publicaties. Elke week plaatsen we nieuwe uitdagende onderdelen die we tegenkomen op het forum of gewoon in de pers. En hier staan de data voor de verschillende strategiecafés. Nou, jullie zijn op dit moment in Alkmaar. En daar is woensdag 8 maart nog een gezellige lunch waarbij je van harte bent uitgenodigd. Wil je naar het forum toe en heb je al toegang tot het forum, heb je al een link, dan kan je op deze button klikken. Heb je nog geen toegang tot het forum of weet je dat niet zeker? Vul dan hier je naam, je achternaam, je e-mailadres in. Vink dit boxje aan, klik op send en binnen 24 uur heb je toegang tot het forum. Ik zal je laten zien hoe dat forum er verder uitziet. Je klikt hierop en je komt dan op een plek waar je je kunt aanmelden voor het forum. Je kunt inloggen. Ik ben al een tijdje ingelogd. En het eerste wat je hier ziet, dat is een overzicht van alle verschillende discussies die lopen op het forum. Hier een algemeen onderdeel waar wat algemene informatie over het forum staat. Als je nieuw bent, is het handig om hier te beginnen. Er zit een kort filmpje bij met enkele tips, een welkomstboodschap, wat afbeeldingen en documenten. Nog een keertje de 5 ontwerpthema's die je net ook op de site gezien hebt. En hieronder de diverse discussiegroepen. Die gaan over dromen en leven lang leren. Discussie over inrichting en uitstraling van de school. De ELO, wat vind je van NetSchool? Ben je er blij mee? Heb je er opmerkingen of aanmerkingen over? Kan je allemaal hier kwijt. En discussies over het organisatiemodel. Nou, hier zie je bijvoorbeeld dat daar toch al een behoorlijk aantal mensen zich meldt in die discussie. Niet alleen managers, maar ook collega-docenten melden zich in dit forum om hun mening te geven over allerlei discussies die hier lopen. Dan hebben we voor de ambassadeurs nog een speciaal hoekje zitten waar we de waarderende interviews neerzetten. Als je je wilt opgeven voor die waarderende interviews, dan kan je dat doen door bijvoorbeeld hier bij de ambassadeurs een contactformulier in te vullen of op de homepage een contactformulier in te vullen. En op het moment dat je hier dit formulier hebt ingevuld of een reactie hebt achtergelaten, dan krijg je een uitnodiging waarbij een ambassadeur met jou een waarderend interview gaat houden. Dus wil je meediscussiëren, meld je hier aan en dan kom je op dit forum en krijg je toegang tot de discussies. Wil je heel graag dat jouw mening breder gehoord wordt, laat je dan interviewen door een ambassadeur. En een overzicht van alle ambassadeurs vind je hier ook op de site. Ik hoop dat je hier voldoende informatie hebt gevonden en dat je enthousiast wordt om lid te worden van het forum. Dank je wel.